Kijkers Botlek TV, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer u kijkt. Oudere kijkers kennen Bananensplit nog wel. U weet wel, de verborgen camera. Nou, hier in Spijkenisse, gemeente Nissewaard, doen ze niet zo lullig. Hangen ze geen verborgen camera neer, maar 4 stuks op elke weg rondom de rotonde een camera. En die staan er niet voor niks. Hekelingse weg, Eikenlaan, Planetenlaan. Op deze en nog op een andere rotonde volop ongevallen. Auto's die tegen elkaar aanrijden, fietsers die ondersteboven worden gereden, noem maar op. Om dat letsel te voorkomen, in ieder geval proberen te voorkomen, is er nu een onderzoek gaande, ingesteld door de gemeente Nissewaard, om te kijken hoe kunnen wij de veiligheid op de rotondes verbeteren. En liggen die rotondes wel op de juiste plek? Ja, meestal is daar natuurlijk geen ruimte voor om ze op een andere plek neer te leggen. Want kabels, leidingen, rioolbuizen, doorgangen van metrostations, alles heeft daarmee te maken. Hier, deze rotonde, nou ja, je zou bijna zeggen van als je hier rondrijdt, dan weet je wel hoe laat het is, zo'n beetje. Alhoewel, de wijzer staat altijd verkeerd. Als je daarnaar kijkt, dan zie je de fietsers niet, dus dat moet je niet doen. Maar wees wel op tijd met remmen, met rustig rijden. Want het is hier toch wel gevaarlijk. Niet voor niets wordt hier dus een proef gedaan. Tot 8 april aanstaande. De takken van de rotonde, zo noemen ze de zijwegen waar je op of af gaat. Die worden dus 60 uur lang in de gaten gehouden met de camera's. En aan de hand van de beelden probeert men te achterhalen van hoe komt het nou dat hier zo ontzettend veel aanrijdingen zijn. Vaak zelfs met gewonden, letsel en sowieso natuurlijk met blikschade. Maar goed, er is er maar één schuldig, misschien twee, aan een aanrijding. En dat zijn de chauffeurs, de fietsers, de mensen die op bromfietsen rijden. Die is de enige die voorrang heeft. Alle anderen moeten goed kijken. Je moet geen voorrang nemen, je mag voorrang nemen. En als je ziet dat er toch een gevaarlijke situatie is, net een fietser voorbij komt, dan stop je gewoon. Je moet niet denken van ik heb voorrang, ik neem het. Dat kan namelijk verschrikkelijk slecht aflopen. Nou, tot zover deze morele verkeersles van Joop van Hoorn. Achter de camera natuurlijk het oplettend en het donkere oog van Roel van Deursen. We gaan ook nog eventjes een kijkje nemen op een andere rotonde. Die is misschien nog wel nog gevaarlijker. De tweede rotonde die in beeld is, is de rotonde achter mij. JM den Uyllaan, Centrumlaan en de Raadhuislaan. Zo kom je bij het gemeentehuis van Spijkenisse, Nissewaard. Ja, achter mij dus ook het prachtige kunstwerk. Geschonken door Kees van Wijngaarden, zaliger. De man heeft een schat aan prachtige beelden achtergelaten. Maar de beelden waar het nu om gaat, zijn de beelden die gemaakt worden door de camera's. Camera's die 60 uur draaien, die overigens geen persoonlijke, zeg maar, gezichtsherkenningen en dat soort zaken opnemen. Dus alles wat wordt opgenomen, ja, misschien kentekens en dergelijke, wordt ook allemaal weer gewist. Wordt absoluut niet gebruikt voor geen enkel ander doel als alleen voor de test. Het is niet echt een première hier in Spijkenisse dat de camera's hangen bij gevaarlijke rotondes. Ook in Wageningen en in Vlissingen en andere steden in Nederland is dit alles een keer eerder gedaan. Dus een beproefde methodiek. En dat heeft ook zijn voordelen gehad. Daar is lering uitgetrokken en dat hoopt natuurlijk ook de gemeente Nissewaard hier lering uit te trekken. En achter mij de garage van City Plaza. En daar gebeuren wel vaak bijna ongevallen. Automobilisten komen vanuit donker naar licht en een lichte helling naar boven. Ja, als er dan een fietser of een bromfietser voorbij komt, dan kan dat wel eens bijna misgaan. Over bijna mis, het is wel al 6 keer raak geweest de afgelopen periodes hier in Spijkenisse. Dus wat dat betreft, let op uw eigen veiligheid. Voor automobilisten nog een tip. Belangrijk, want u kunt er zelfs voor bekeurd worden.
niet vergeten. Bij het verlaten van een rotonde, het voornemen om een van de takken op te gaan, een van de wegen, geef dan richting aan. Duidelijk, zichtbaar. Zodat overige weggebruikers kunnen zien welke kant u op gaat. En zeker de mensen die achter u rijden. Dus dat scheelt weer een knalboom, pats situatie. Ja, dus twee rotondes in Spijkenissen. Tot 8 april worden daar beelden gemaakt. Let alsjeblieft goed op. Altijd, sowieso. Fietsers, voetgangers, de zwakkeren in het verkeer. Maar ook u kunt er verkeerd afkomen. Kijk maar. De getuigen, de stille getuigen, staan nabij. Dit was Botlek TV. Achter de camera nogmaals Roel van Deursen, Joop van Doorn. En we wensen u alvast prettige paasdagen.